Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel moois maken. Het zijn warme temperaturen, maar we gaan wel een heel sterk stuk maken. Want we willen natuurlijk ook met deze temperaturen gewoon wat leuks op tafel. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Het kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En ik zie dat heel veel mensen niet geabonneerd zijn. Je zou mij er ook heel erg mee helpen. Dus dat zou ik even leuk vinden als je even op die rode abonneerknop drukt. En ja, het kost echt helemaal niets. Dus het is alleen maar leuk, dan blijf je gewoon op de hoogte. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Voordat ik begin, heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's of heb ik jou weer te inspireren? Deel het dan vooral op Facebook of Instagram en tag mij. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Daarnaast heb ik aan het eind van deze video een prijswinnaar van het droogbloemenstuk. Die hebben jullie nog zo goed. Dus wil je weten wie dat gewonnen heeft, blijf dan vooral naar het eind kijken. En dan gaan we nu gauw met dit stuk beginnen. Ik heb een mooie bloementaart. We gaan iets heel natuurlijks maken. Ik heb mooie houtstukjes waar we mee aan de slag gaan. Dus waar we eerst mee beginnen is dat we de oase, die heb ik natuurlijk nat gemaakt. Die heb ik goed vol laten zuigen met water. Oase nooit onderdrukken, gewoon langzaam vol laten zuigen in een bak met water. Aan de zijkantjes doe ik eventjes wat folie, zodat die waterdicht is als je hem op tafel zet. En dat plak ik gewoon even met plakband vast, zodat ze niet uit kan lekken. Dus dat zet ik omhoog en dan, wat er dan overblijft, dat knip ik gewoon eventjes af. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we allemaal houtjes tegen de taart aanleggen en die zetten we even vast met een touwtje. Het is even een karweitje, want je moet het even netjes tegen aanleggen. Ik leg het eerst een beetje schuin. Het zijn zowel brede als smalle houtjes. En als je dat hebt gedaan, alles ligt aan de zijkant vol, dan doe je daar voorzichtig de touw omheen. En dan kan je hem strak trekken met de touw. En als je dan het sausje eromheen hebt, dan kan je hem beter vastzetten. Dus je kan dan wat schuiven, maar je hebt wat meer houvast. Was er bij mij net aan deze kant eentje tussen uitgevallen, dan zet ik die er weer tussen. Ik doe het nu op deze manier, omdat ik weet dat niet iedereen een lijmpistool heeft. Maar heb je een lijmpistool, dan kan je dit er natuurlijk ook gewoon tegenaan lijmen. Dat is een wat makkelijke manier, maar deze manier werkt ook prima. Je zet alles zo dicht mogelijk tegen elkaar. En mocht het nou nog nodig zijn, kan je dus iets schuiven. En daar eventueel nog een houtje tussen doen. Het is een beetje puzzelen. Om te kijken welk houtje dan het mooist past. En als je dat dan hebt gedaan, dan kan je er even een extra stuk touw omheen doen. Het jute touw past mooi bij het natuurlijke geheel. En ik werk het af met gewoon een knoop, maar je kan het ook afwerken met een strikje. Goed, dit zit mooi stevig vast.
Dan gaan we nu verder met de rest van de houtjes die erin zitten. Die zet ik op verschillende hoogtes in het stuk. En je gaat nu echt hoogte creëren doordat dit wat lager is en dit weer wat hoger. En dit mag je er gewoon insteken. Even vanaf de bovenkant. Je hebt nu op verschillende hoogtes het hout aangebracht. En het is tijd om nu verder te gaan met de bloemen. We werken dus echt met hoogtes. En het leuke is dat we in het stuk natuurlijk ook hoogtes gaan terugbrengen. Wat daardoor een heel apart en een heel mooi stuk. Omdat je daardoor elke keer die diepte blijft houden. Allereerst begin ik met wat mos die ik tussen het hout doe. Op deze manier zet je het hout ook vast. Je zult merken dat het hout dat je in de oase steekt, dat het niet heel soepel gaat. Druk niet te hard door, maar doe het gewoon voorzichtig en dan zetten we het vanzelf iets vaster met de mos, met het mos, sorry. En ik breek het mos gewoon en dat zet ik er dan tussen. Door het mos heb je echt al een hele mooie basis. Dan gaan we nu hoogte aanbrengen met Craspedia. Heel erg speels. En doordat de steel gewoon kaal is, krijg je hierdoor juist een hele mooi, ja, echt een heel mooi effect. Deze breng ik op verschillende hoogtes aan. Je kan echt spelen met hoogtes en dieptes in dit stuk. Ga je gewoon ook lekker mee aan de slag. En dan heb ik mooie zuidenwindlelie, Ornithogalum. Ook wel eens bloemistenverdriet genoemd, omdat die zo lang staat. En ook deze. Let goed op dat je de bloemen goed schuin aansnijdt. En deze die steek ik ook op hoogtes in het stuk. Dan heb ik nog wat mooie sierlijke grassen. Ook deze komt op hoogte. Wat distel en deze stop ik er iets lager in. Die blauwe kleur laat hem heel mooi terugkomen. Dan heb ik nog wat mooi schipskruid. En deze stop ik ook niet te diep onderin, maar laat ik juist wat speelser erin terugkomen. We willen het namelijk juist luchtig houden. Maar je kan hier natuurlijk zelf mee spelen. Er is hier iets niet goed of fout. Maar het is juist mooi om te zien wat je met de materialen kan doen. En kijk goed naar de vormen in je stuk, hoe het mooi tot zijn recht komt. En om het dan nog eventjes helemaal af te maken, gebruik ik mooie lisiantes. Om er echt nog wel even een bloemetje aan toe te voegen. Snijd het goed schuin aan en steek dit mooi op hoogte in je stuk. Gaatjes hebben, kan je die wat opvullen met een beetje mos of tilantia, wat je maar zelf leuk vindt. Maar houd het wel luchtig, dus ga niet te veel proppen in het stuk, maar laat juist zwierig door de grassen en de materialen, zodat je er mooi doorheen kan blijven kijken. Juist in combinatie met het hout, maar hou je hem dan heel mooi natuurlijk en je hebt een heel sterk stuk, ook met het warme weer. Dus wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het er naartoe moet, het komt gewoon weer naar je toe. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Jullie hebben nog een winnaar van mij te goed van het droogbloemenstuk. Die komt hier in beeld. Van harte.
harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen en zorg dat het stuk naar jou toe komt. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Dat vind ik echt super leuk om te lezen. Ik wil jullie bedanken voor al jullie leuke reacties elke keer onder mijn video's. Want daar word ik heel blij van. Ik lees ze allemaal. Ik probeer ook iedereen te antwoorden. Maar heb ik niet geantwoord. Ik lees ze echt allemaal. En dank je wel daarvoor. Maandag komt er een extra vlog online. Dus vind je het leuk? Dan kan je natuurlijk ook kijken om 7 uur. Met heel veel leuke nieuwe spullen in de winkel. Een kijkje in de winkel. In het leven als bloemist, waarin ik ook dingen deel als bloemwerk, maar ook nieuwe artikelen die binnenkomen. Dus heel erg leuk. Goed, ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!